eens weg, joh. Ga ergens anders zitten. Ga even weg, ga daar zitten, alsjeblieft. Heb je een vleesje? Eens kijken. Geef terug. Oh, wat mooi. Oh, geschiedenis. Oh, wat mooi. Hier, geef je. Oh, kijk nou. Geef! Dat je daarvoor interesseert, joh. Hier, kijk maar. Oh, mooi. Wie interesseert zich daar? Geef je terug. Hier. Zo dan. Nou, gewoon, het deed echt pijn. Het sloeg echt hard, geloof ik. Ja, en daarna tikte ik me weg. Nou, ik vind het maar raar, hoor. Ja, ik kan ze niet tegen een geintje of zo. Ik vind het echt heel raar. En ze rent daarna weg. Ja, maar na schooltijd sla ik haar gewoon lekker in elkaar. Het is mij maar niet te slaan. Leerlingbemiddeling is met kinderen die ruzie hebben tot een oplossing komen. Je krijgt een gesprek met die leerlingen. Je bent altijd met z'n tweeën als bemiddelaar. En laat je eerst een verhaal doen en dan probeer je tot een oplossing te komen. Hoi, hoe is het? Pas je wel? Dat is een pizza. Je moet altijd neutraal zijn, dat is een regel van leerlingbemiddeling. En maar als je dat gewoon goed aanhoudt, dan hebben de leerlingen die ruzie hebben vaak wel met respect mee. Dat je kiest geen partij, dus dan denken ze ook niet van ja, ik kies voor hem of ik kies voor haar. Dus je bent gewoon neutraal. Hey Franka. Hallo. Ja. Mooi dat is er. Nou, ik zat eerst op een bankje en toen gingen ze me helemaal wegduwen, twee meisjes. En daarna stonden ze me op te wachten bij mijn fiets en hebben ze helemaal fiets in elkaar gegaan. Nee. En weet je wie het zijn? Nee. Je kent ze niet? En wat nu? Ik weet niet. Je kent ze niet? Ze hebben niet iets bij hun gedaan waardoor je denkt van ze hebben iets bij mij terug gedaan? Nou, ik heb eentje wel een klap verkocht. Met een boek. En toen? Nou, toen ben ik weggelopen en toen ben ik later stond dus bij de fiets om te wachten. Oké, okay, ja, en je fiets die... is helemaal kapot. Ik heb allemaal spaakjes en los, mijn lamp staat scheef. Jeetje, ja, daar moeten we wel iets mee doen, Franka. Heb je zelf een idee wat we kunnen verzinnen? Heb je wel eens van leerlingbemiddeling gehoord hier op school? Nee. Leerlingen hier op school zijn opgeleid om ruzies op te lossen. En dat zijn onafhankelijke leerlingen die jou je verhaal laten vertellen. En die meiden hun verhaal laten vertellen. En dan kijken of jullie samen tot een oplossing zouden kunnen komen. Denk je dat dat een goed idee is? Ja. Nou, dan moeten we kijken of we dat kunnen regelen. Oké. Ik heb een tweedaagse cursus gehad met twee professionals. En dan wordt uitgelegd wat je moet doen tijdens een bemiddelingsgesprek. Nou, ik denk dat leerlingen het beter kunnen oplossen, omdat docenten het altijd snel afzeggen van ja, dit mag jij niet meer doen en dat mag jij niet meer doen. En bij leerlingen dan gaat het meer van ja, wat is er nou gebeurd? Dan ga je echt wat er is gebeurd. Dan ga je echt de feiten zoeken en dan. Probeer het op te lossen en bij docenten gaat het meer van ja, dat mag jij niet doen en dat mag jij niet doen en klaar. En bij leerlingen steek je meer tijd aan dan aan bij docenten. Hey, werk aan de winkel. Dat meen je niet, ik sta net op biljarten. Ja, net in de pauze twee meiden. Die hebben echt flink ruzie op het schoolplein en een fiets die kapot is gemaakt. Dus we moeten vandaag eventjes een bemiddelingsgesprek regelen. En het gaat om Franka en Melanie. Melanie uit klas 3 en Franka uit klas 2. Ja. Dat klopt, hè? Ja. Dus wie kunnen we daarvoor benaderen om het bemiddelingsgesprek te leiden? Nou, ik dacht sowieso Steven.
En daarbij past leuk Tjeerd, denk ik. Ja. Is dat een goed idee? Ja, Steven en Tjeerd. Wie doe jij benaderen? Ik benader die meiden die de ruzie gemaakt hebben. En welk uur zullen we afspreken? Ik zal in ieder geval dan Steven en Tjeerd benaderen. En dan doen we het 7e uur. Hebben ze wel even tijd en dan doen we het in lokaal 101. Oké, ik zorg dat zij het 7 uur naar lokaal 101 gaan. Prima, afgesproken. Oké. Jullie kunnen daar gaan zitten bij je feestje. Zo. Nou, ik ben Steven en dat is Tjeerd. Wat is jouw naam? Melanie. En wat is jouw naam? Franca. Franca. Oké. Nou, wij zijn bemiddelaars. En bemiddelaar houdt in dat we met jullie samen tot een oplossing willen komen. Wij zijn neutraal. Dus wij kiezen geen partij. Wij zullen niet doorvertellen wat in deze kamer gebeurt. Dus alles blijft tussen ons. Wanneer je iemand aan woord is, luistert de ander. Wordt dus niet onderbroken. En zijn jullie het mee eens? Ja. Melanie, wat is er volgens jou gebeurd? Ik kwam aanlopen met een vriendin. En we zitten altijd op een bankje daar zo boven. En toen zat zij daar, toen hebben we er van de bank afgeduwd. Toen zijn we eerst naast gaan zitten en toen is ze me een klap verkocht met een boek. Oké, dus wat is gebeurd is dat jullie boven gingen en waren gaan zitten. En toen ging hij gewoon naast haar zitten en toen heeft ze jou geslagen met een boek. Ja. Nou, ik zat daar gewoon mijn boek te lezen, geschiedenis. Toen kwamen ze opeens naar boven en toen duwden ze van de bank af en toen ben ik ergens anders gaan zitten. En toen kwamen ze aan allebei kanten naast me zitten en begonnen ze mijn boek af te pakken en open te gooien. En toen ben ik met mijn boek weggerend. En toen ging ik naar mijn fiets, want ik ging naar huis. En toen stonden ze me daar ook op te wachten en ik wou weggaan en toen gooiden ze mijn sleutel weg. En hebben ze mijn fiets in elkaar getrapt. Dus eigenlijk, je zat te leren in, met je boekgeschiedenis. En toen kwam Melanie en andere vriendin naar boven. En die heeft jou eraf gegooid en toen ben je ergens anders gaan zitten. Ging je in je pesten met boek. Overgooien en alles. En toen ben je boos weggerend. En hebben jouw fiets kapot gemaakt toen je weg was. Ja. Okay. Hoe voel je je nu? Niet leuk, want werd ik op een gegeven moment wel een beetje bang dat ze me de rest van het jaar en al die tijd nog verder gaan pesten. Nou, ik vind het niet leuk dat ze me heeft geslagen met het boek. En daarom heb ik ook de fiets gewoon in elkaar geramd. Ik vind het gewoon nergens op slaan, maar verder voel ik me wel goed. Hoe zou jij je voelen als jij in haar schoenen wil staan? Dat zou ik echt niet weten. Ja. Ja, een beetje verdrietig of zo, maar... Ja. Nou, jullie hebben net oplossingen gegeven en die heb ik opgeschreven. En zijn jullie het ermee eens? Met die oplossingen. Oké, dan wil ik graag dat jullie hieronder even jullie handtekening zetten.